Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe vlog. En jullie zullen al wel denken aan het begin van deze vlog. Waarom heeft Dylan nu weer zo'n betere kwaliteit? Ja boys, waarom heb ik eigenlijk zo'n betere kwaliteit? Ik heb namelijk een nieuwe iPhone sinds vandaag. Sinds vandaag, 2 september, heb ik mijn nieuwe iPhone. Nice. Ik heb een iPhone XS gekocht. En ja, ik heb terug mijn Face ID en stuff. Dat ik heb een andere iPhone niet had. En alleen mijn andere iPhone is dan kapot gesmeten door. Allee, ik heb dat gedaan door mijn ex en ja. Maar eindelijk heb ik terug betere kwaliteit. Betere fucking kwaliteit. En nu deze week ga ik proberen meer en meer te vloggen. Dus stay tuned voor leuke content. Zo zag mijn iPhone er dus uit. Langs de achterkant. Compleet gebarsten. Voorkant is dan gemaakt. En ja, die voorkant was dus helemaal naar de kloten. Oké. Okay. Zoals in mijn taal zeggen, naar de kloten. En ja, ik heb dus deze iPhone gehad. Maar ik zou nu nog moeten updaten naar de 14. iOS 14.7.1. Maar ik heb gezegd, dan ga eerst een stukje vloggen. Vloglive is weer gestart dus. Nice. En ik ga alsjeblieft even wandelen buiten, denk ik. Voor toch een beetje meer de Stabroekse sfeer op te snuiven. Misschien eventjes te gaan trainen. What? Bro, what are you talking about, man? Een paar shotjes maken voor zondag. Want zondag is het natuurlijk voetbaldag, zoals jullie weten. Heb ik zondag de kick-off in Mechelen. En ja, wij gaan dus zo dadelijk starten. Als die iPhone geüpdate is, ga ik zeggen van ik ga even voetballen. Ik ga hem dan een trainingsleer nadoen. Ik kan dan een duetje opnemen met iemand buiten op terrein, denk ik. En ja, ik hoop dat jullie al genoten hebben van dit stukje vlog. En ja, die TikTok dat ik gemaakt heb, dat was een duetje met iemand. Dat ik beloofde dat ik mijn iPhone had, dat ik die ging maken. Dus ik ga die sowieso maken, zometeen. En ja. En ja, ik was ook één dingetje zeggen. Mijn oude iPhone ga ik misschien ook nog wel gebruiken voor opnames. Dat ik zou zeggen van, als ik bijvoorbeeld een review wil doen van deze iPhone, die ook misschien in deze vlog nog terechtkomt. Ja, ik wou waarschijnlijk in deze vlog terechtkomen, maar dan, ik ben nu aan het opladen mijn iPhone. Mijn iPhone 10. Voor dan de review van deze iPhone. En ja. En naar de kwaliteit. Ik zie dat zo, maar ik moet dat zien aan het editen ook. Of de kwaliteit beter is. Of niet. Ja, ik moet misschien. Dan gaan we ze biet doen. Ga ik misschien doen als. Ik ga me misschien ze biet douchen. Als mijn iPhone aan het updaten is. En ja. Ofwel gaan we. Waarschijnlijk gaan we de training pas morgen doen. Dat ik nu eerst eventjes wil deze iPhone te goed leren kennen en wat is het allemaal. En dat ik morgen ga trainen. En dat ik deze review toch ga doen. Dat ik de review ga doen in deze vlog. En ja, ik vind het echt wel tof dat ik deze iPhone nu heb. Betere kwaliteit en ja, Face ID terug. Boys and girls. Hier zitten we dan in de vlog en ja, ik heb dus de review van de iPhone XS. Op het eerste gezicht, op een uurtje of twee al te gebruiken, is echt super snel. De camera kwaliteit is al beter. Ik kan op 4K 60fps zeker filmen. Allee, in mijn achterkamera kan 4K 60fps aan. Terwijl dat de iPhone X waarmee ik deze stukje aan het filmen ben. Maar 4K 30fps aan kan.
En zo zijn er ook dingen dat hij kan, bijvoorbeeld, moet ik even zien in mijn camera dingen. De slow motion 1080p op 240 fps. En die iPhone X kon dan maar 720p op 240 fps. En cameraopname, alleen die camera's die zijn slimme HDR en zo, is ook helemaal goed. Qua gewicht denk ik dat ze hetzelfde zijn. En qua camera, natuurlijk, ik heb terug Face ID, waarmee ik gewoon mijn iPhone unlock. En ik heb terug mijn portretten dat ik kan doen met de camera. Ik zal er nu eens eentje maken. Wacht, als ik dat even zie, timelapse, nee. Portret. Dan ga ik die bij je video's editen. Voilà, het is gemaakt. Dan ga ik die bij in de video zetten. Op het einde van dit stukje ga ik hem even in de video zetten. Of ik zal wel zien hoe ik hem ga inzetten. Maar al bij al, ik heb niks over te klagen. Ik heb een refurbish gekocht bij Mr. Ad, geloof ik, op bol.com. Hij kwam hier toe. Op 91% batterijstatus, geloof ik, batterijconditie, maximum capaciteit is 91%. Piekprestatie is normaal, geoptimaliseerd opladen. Ga ik natuurlijk uitzetten. Of ga ik aanlaten, dus. Ja. Een uur en 53 minuten hebben die al gehad. Hebben die al. En ik heb hem dan. Ja, hij werkt perfect. Ik heb er eigenlijk. Hij is refurbished aangekocht. En hij ziet er echt uit gelijk nieuw. Dus shout-out naar Mr. Ad. Gaat sowieso hem checken. Ik ga die productpagina in deze vlog editen. Oh ja. Deze vlog, alleen de productpagina hier beneden in de beschrijving zetten, zal ik het zo zeggen. En ja, ik vind hem echt perfect. Hij werkt super snel, super vlot. Voor de eerste opmerkingen, ik heb er eigenlijk geen. Hij is zo goed als goed binnengekomen. Ik heb een oplader bij gekregen, dus nu heb ik er drie of vier opladers, dus kan er een tijdje toe. En hij werkt echt blazing fast. En ja. Maar ja, dit is dan een stukje van de vlog. En ja. En ze biedt in de vlog, ga ik naar de Aldi. Nu ben ik me dus aan het klaarmaken voor naar de Aldi te gaan, alleen naar de Randons te gaan. En ik kan niet genoeg zeggen, say hi date kids. Ik heb in elke video van de afgelopen dagen wel gericht. Allee, dat ik de afgelopen dagen heb gemaakt. Die de afgelopen weken zijn online gekomen. Stay hydrated kids. Het is belangrijk nu met dat warm weer. En ja, ik ga gaan met z'n beetje vertrekken naar de winkel. En dan komt er een timelapse. Waarschijnlijk. Ik weet niet. En nu ben ik dus onderweg naar de winkel. Alleen naar de Redmonds. En ja, ik vind de kwaliteit veel beter dan wat ik ervoor had. Dus ja. En ja, ik zie jullie guys als ik terug thuis ben. En momenteel heb ik dus al een heel deel van de vlog geëdit. Ik heb er al 9 minuten en wanneer je edit. En damn, it's nice. 9 minuten echt kunnen editen tot en met. En ja, ik heb eigenlijk al serieus lopen editen tot en met. En echt, het is perfecte edit. Ik ga jullie de dingen laten zien dat ik geëdit heb.
Zo ziet mijn editor dus uit. Wacht, ik ga een deeltje editen al. Deze laten zien al. Ze wie komt hier? Nice, man. Hè? Michael Rosen. Dat was dus het deel van de vlog dat ik bedoelde. Nice. Die Michael Cohen is echt... Michael Rosen. Is echt goed. Ik ken hem daar echt... Die is echt perfect goed. Die meme, die is perfect. En die past wel perfect bij dat stukje. Ja, eerlijk, dat past wel perfect bij dat stukje. En ja... Ik denk dat ik vandaag niet veel meer ga vloggen, want... Ja, ik ga er vandaag niet te veel meer vloggen. You know the rules, and so do I. Say goodbye. Toch bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ja, ik ga proberen nu elke dag te vloggen. Dus ja, maar niet elke dag online doen. Dus ik ga proberen elke dag te vloggen. Dus ja, boys. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam. Dat is dan altijd Dylan. En ja, nieuw.